Oh nee, oh nee! Kun je nou echt speciaal voor die camera daar staan? Wel een beetje kort. We kijken het zelf even, coach. Goedemorgen jongens, het is maandag, nieuwe week. En nu wilde ik me eventjes gaan opmaken. Dus dat ga ik even doen. Ik ga nu even aan de studie. Want dat moet ook gebeuren. En ik ga om 4 uur trainen gaan we. Het is nu 12 uur. Dus we gaan nog eventjes een paar uurtjes door. Het is 1 uur. En meestal probeer ik altijd zeker 2,5 uur voor de training te eten. Helemaal looptraining. En vandaag moeten we 10 keer 200 doen. Dus ik ga even al eten nu, want ik heb ook honger. En ik ga vandaag kip eten. En zoete aardappel ga ik even pakken. En nog een beetje tomaatjes. Hoi, zo. Hoi. Ik heb net lucht. Ja, jongens, kijk even hoe mooi. Is toch... We hebben net warming up 1 gedaan. Dat is echt een vreselijkste warming up. Nou, ik vind hem dus niet per se vreselijk, eerlijk gezegd. Oké, hij duurt lang. Ja, maar eigenlijk heb ik altijd... Ik vind het vooral irritant dat ik eigenlijk de hele warming up doe. Heel veel oefeningen. Dat ik daarna van mijn gevoel nog steeds niet ready ben. Ja, klopt. Je doet echt een uur oefeningen en eigenlijk geen echt, niet echt loopschool en zo. Dus dat moeten we nu nog steeds gaan doen. Dan moet je het anders nog doen. En het schema vandaag is 10 keer 200 met 2 minuten pauze. We zijn wel snel klaar. Ja, dat wel. Maar verder is het superleuk. Dus hoe hard denken jullie dat we gaan? Ja. Zouden we een streeftijd hebben? Pas wel. Zomaar even vragen, weet ik alleen nog niet. Coach? Even één keer A's. 20 meter. Eén keer A's, 20 meter. Zo, een beetje... Ja, je ziet er prachtig uit. Ja? Wat is de streeftijd voor vandaag? Voor jou? Nou ja, of en voor Lisanne? Ik denk als 30, ongeveer 30. 30. Oké. En Lisanne hetzelfde of Lisanne harder? 29, 30. En dan ben ik benieuwd wat jullie. Maar wel allemaal net zo snel. Allemaal net zo snel of sneller? Zeker. Ja, maar niet te traag. Oké. Nog eens één. Blijf ontspannen. Dat kan niet, hè? Dat moet worden. Dat kan wel. Dat is maar. Kun je nou echt speciaal voor die camera daar staan? Nee, tuurlijk. Ze moeten een vlog hebben. Dit moet je bij mij even werken, hoor. Mensen moeten willen kijken, toch? Ja. Hij moet ook een heel cool deuntje onder. Ja, toch? Ja. Ik wil toch... Grappie. Straks wordt ze echt boos. Ik voel mezelf wel grappig. Ja. Ik denk de kijkers ook. Kijkers thuis. Maar Lau, leg even uit, wat gebeurde er? Ja, ik weet het niet. Er was net geen kram, maar ook nog wel. Ga ik zo zeggen, kan mijn benen even niet optillen. Oh. Nee, het ziet er inderdaad uit alsof je hem niet kan optillen. Ja, lekker los. Maar je hebt je haar lekker los. Ja, zo. En nu zijn we nu klaar, coach. Ja, easy. Ja, eigenlijk wel. Wij hopen dat je van de week ook even goed bekijken. We kijken het zelf even, coach. Bij jou staat er niet op. Oh nee, jongens. Dit is
9 uur, 9:15 wekker. En we moeten eventjes 20 minuten loslopen. En core oefeningen doen. Zin in. Oké, ik heb het hard gelopen. En nu moet ik buikspieren doen. Niet je buurt met telefoon. Heb ik hoeveel? 3 rondjes. 4, sorry. Ik kan echt niet tellen. Het is echt nog te vroeg hoor. En dan wissel ik elke keer gewoon een beetje af. Welke ga ik vanavond doen? Ja, ik heb het. Mijn oh zo mooie gym. Muziekje opzetten, anders dan wordt het dan. En ik doe die rondjes doe ik 3 keer. Daar heb ik een breakje ertussen, uiteraard. Nee, ik heb eentje gekozen die ik eigenlijk nooit doe. Ik doe eigenlijk altijd de andere 3, want ik vind deze altijd kut. Nou, nu weet ik weer waarom. Dan ga ik zo eventjes ontbijten. En dan ga ik naar de fysio toe. 2 keer. Mijn ontbijtje is gewoon havermout met sojamelk, blauwe bessen en aardbeien. Ik neem dit echt elke ochtend. Ik heb gedoucht, ontbeten, koffie gedronken uiteraard. En nu ga ik naar Joost toe als eerst in Haarlem. En dan ga ik naar Rick toe in Almere. Het is een lekker fysio dagje met veel heen en weer rijden. Super blij dat ik een auto heb. Want besef als ik dit met het openbaar vervoer had moeten doen. Nou, dan was het echt helemaal kut geweest. Dus ik ga nu die kant op. En vanuit de fysio ga ik ook meteen door trainen. Want dat moet ook nog gebeuren. Oh nee. Dit gaan we kijken. Oh, je ziet niks. Het lijkt nu net Sims. We hebben dus net allemaal foto's gemaakt. Van mijn nieuwe schoenen. En ook van allemaal trouwens. Maar nu is het kaartje stuk. Owen is hem nu proberen aan het maken. Maar ik weet niet of het gaat lukken. Oh, Owen doet zo. Dus dat is één ding wat ik vandaag heb gedaan. Ik heb vanmorgen 20 minuten gerend. Met oefeningen. En daarna heb ik een heerlijk havermoutje gegeten. Heb ik zelf gemaakt. Dat was lekker, hè, Owen? Dat was fantastisch. Daarna ging ik naar de fysio. En toen dus foto's maken. En we hebben dus deze schoenen op de foto gezet. Want ja, daar ben ik natuurlijk hartstikke blij mee. Kijk. Ja, jullie zullen denken, wat is dit? Misschien denken jullie dat, misschien ook niet. Wat is dit? Wat is dit? Het is een 608 New Balance schoen. En het is een hele retro vibe, geeft het mij in ieder geval. Maar ja, ik vind hem echt geweldig. Ik moet niet de onderkant van die schoenen in mijn gezicht gaan gooien. Dus bedankt, New Balance. Verder ga ik vandaag nog meer oefeningen doen eigenlijk. We gaan even denken, we hebben straks een warm-up met allemaal sprongetjes en weet ik veel wat. En daarna een circuitje. Nou, ik ben weer in Almere hoor. Kijk. Ben veel beter. Nou, hartstikke leuk. Maar ik ben 1/2 uur te vroeg. En ik moet nog eten. Ik heb hier eten zitten. Dus dat ga ik even opeten. En dan ga ik lekker in de auto doen. Want ik heb geen zin om daar binnen te zitten. Preparation is key, hè jongens. Ook als het gaat om eten. Vandaag op het menu tomaatjes met tofu en zoete aardappel. Hartstikke lekker. Bedankt autootje voor mijn overal naartoe rijden. Ik ga trainen. Zo, kom lekker aan mijn woorden. Ik ga maar eens trainen denk ik. Ik ga nu kracht doen en die Sanne moet vandaag volgens mij circuit doen. Het schema laten zien. Nu is het warming up. Dat is activeren van bil, kuiten en voor mij Melies. En moet ik daarna dit doen. Stiff deadlift 3x8. Voorstaan 6-5-5-4. Front squat 3x5. Eenbenig squat 3x4. Hips thrust 3x5. Heffer van Laurent 2x8, 2x6. En step up 3x4. Even mijn krachtschoenen pakken. Het zit in deze kluis. Echt, het is echt een teringzooi in mijn kluisje.
gaan zo trainen. Ja, we lopen binnen bij de baan. En ik denk dat de hele club er al is. Waarom gaan we hierheen? Nou, waarom niet? Hier zijn we sneller binnen. Oh, je bent echt een sprintje, hè? Dus Owen is een nieuwe woord. Zo, kleine boertje. Nog één. Oeh, ik wou een beetje kots bij. Oeh. Wat? Normaal, jongen. Het was waar, ik kan niks aan doen. Hey, dan sta je lekker daar, hoor. Ik wilde dit net filmen, maar dat hoeft niet meer. Nee. Wow. Ik liet net een boertje, toen kwam een beetje kots bij. Dat heb ik ook gefilmd. Eeuw. Wat vind je ervan, Dave? Ik ga met de camera. Jullie stonden mij op die vet. Wat is it you're doing? Ik ben nou weer die trui aan. Doe op de beat. Ja, training doet dus echt niet goed. Hè? Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de film. Ja, 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 precies. Maar wat ben je eigenlijk aan het doen? Nee, maar kan je het toch even uitleggen? Nee, dit is wel mijn Oké. Oh ja, ja. Dit is niet eerst. Fijn, niet doen. Niet in doen. Niks met jou aan het proeven. Ja, maar dat laatste stukje doen. Maar dat helpt ook als je dan zeg maar. Als je je heup raakt. Weet je nog? Dit in de eerste. Ja. Weet je nog? Ja. Weet je nog? Ja. Ja. Maar ik begreep niet waarom jij dat niet kan. Omdat je toen gewoon last van Lisa had. Nee, fijn. Ja, oké, ik wou zeggen, want deze oefening is niet per se heel moeilijk of zo. Nee, maar het maakt pijn. Maar dan, waarom doe je niet je benen zo omhoog? Dat moet toch ook, of niet? Nee, zo. Ja. Dat is next level. Wel. Dat is next level. Ja, maar gast, ik kan nog niet eens dit doen met mijn voeten. Wel. Ja. Dus dat moet ik eerst doen en dan is het next level. Niet de benen skippen. Dus eigenlijk wil ze zeggen dat ze nog niet zo goed kan. Dat is, ik heb het idee dat ik iets raars ruik. Ja, misschien de kot van jezelf. Maar motten. Nou, we gaan nu dit pas doen. Oh, jullie gaan nu binnen. We gematcht, kijk ze. Huh? We gematcht. Oh, zeg, is er toch niks mis mee? Dus wij vinden het niet mooi. Oh my god! Wow! Nee, ik niet. Ik laat hem altijd vallen. Hoor. Ja. Ik ben helemaal alleen. Oh, ik ben helemaal alleen gelaten.
Oh, dit doet gewoon een van de breakdance. Circuitje. En nu neem ik een shake voor het optimale herstel, hè? Dat begrijpen jullie. Als je hem een keer echt neemt. Als je hem een keer echt neemt, inderdaad. Oké, ik ga maar lekker koken. Ik heb nog niet mijn shake op, kut. Had Owen weer gelijk. Oké, nu ga ik hem wel drinken. Owen had al eten gemaakt. Wat zit erin? Rijst, groenten, tofu en... Knoflookje! Knoflook. Die zal dan beter zien. Ja, oké. Okay. Ja. Niet dat je het hebt. Zullen we het maar weer uitdoen? Het is natuurlijk al nu, we hebben net laat getraind, dus dan is het wel chill om gewoon snel eten te maken. Dat ga ik nu in het pannetje gooien. Deze van Orange Fit. En die zijn dus plantaardig. En dat vind ik wel fijn. Want ik merk dat als ik melk eiwitten neem. Of hoe zeg ik dit even goed? Lactose. Of koemelk. Merk ik dat ik echt last van mijn buik krijg. En ik merk ook dat ik gewoon minder fit ben eigenlijk. Dus daarom neem ik deze. Jullie zagen mij net deze bidon uit mijn tas pakken. Dat betekent dus dat ik dit heb gedronken tijdens de training. Ja. Tijdens circuit training, hè? Denk even. Weet je hoe erg je daarmee zweet? Ik niet. Maar ja, dus dit is geen goed teken. Jongens, don't do this yourself. Because I do it. Try to do better than me, okay? Dus nu moet ik inhalen. Dat is ook niet goed. Zo, de training zit weer op. Ik heb al even gedoucht en gegeten. En het is al bijna, hoe laat? 8:30. En ik moet nog even wat voor stage doen. Want ik loop de stage bij een sportdiëtist. Voor als ik dat nog niet had verteld. Iets voor maken. Dus ik pak nog even een koffietje erbij. En dan ga ik dat even doen. En dan even slapen. Want morgenochtend moet ik alweer naar de duinen. Ik haat de duinen. Het duin is nooit zo leuk. Omdat het zo zwaar is. Ik moet wel zeggen. Het is daar altijd wel super mooi. Dus dat is een voordeel. Zo. Ik heb een koffietje. Half uurtje door. Dan ga ik lekker slapen. Ben moe. Pop. Oh ja, trouwens. Ik weet niet of Lisanne de vlog gaat afsluiten. Ik denk het niet. Ik denk dat ze dat gaat vergeten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om... Ja, we hebben het even anders gedaan deze week. We hebben nu gewoon 2 dagen volledig helemaal gevlogd, zeg maar. In plaats van 4-5 dagen een beetje half. Dus nu hebben we er iets meer kunnen zien. Qua training, wat we nou precies doen en hoe we er omheen, wat we daar omheen doen, zoals fysio, eten en werk. Dan zien jullie daar ook iets meer van. Dus als jullie dat leuk vinden en als jullie willen dat we dat vaker doen, laat het even weten in de comments. Want we zijn wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Maar goed, voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende video.